Leuk dat je kijkt naar de Adverloren Sport thuisworkout. Mijn naam is Anier en ik ga starten met de warming-up. We gaan beginnen met 5 minuutjes opwarmen. Begin met de knieën rustig omhoog. Korte stukjes. 30 seconden. Even lekker opwarmen. Als het lukt mogen we de knieën wat hoger. Neem de armen lekker mee. Rechtop. 10 seconden nog. Als het lukt tempo wat omhoog. Twee, één en rust. Gaan we met de armen zwaaien, grote rondes. Eerst even lekker alles goed opwarmen, losmaken. Dus draai grote rondes naar voren. 10 stuks. En ook naar achteren, ook 10 keer grote rondes. Yes, gaan we van de ene kant naar de andere kant. Korte sprongetjes. Zo gaan schaatsen. Links, rechts. Helemaal. Dus houden de balans. Grote sprongen van links naar rechts. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. En komen met de voeten alweer op de grond. Voeten schouderbreedte, gaan we rustig inzakken, handen op de borst. Dus na de squats, kracht omhoog, in, uit. Dus zorg dat de borst op blijft, rechtop, rustig inzakken en krachtig uitstrekken. Zet voor jezelf thuis lekkere muziekje aan. Laatste 3, 2, 1. En goed. Gaan we verder op de mat. Zorg dat je een matje hebt en een handdoek. Mag je met de knie op de mat komen. Voet komt ervoor. En dan gaan we open draaien. Lekker de schouders opwarmen. Ik zal dadelijk ook de schouderoefeningen laten zien. Dus één voet voor, één voet achter. Grote rondes indraaien. En ook de andere kant. Dus sta je met links voor, dan draai je het naar links in. Dus alleen voor het schouderblad. Heupen zijn stil. Bovenkant indraaien. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Mag je omhoog komen, gaan we dribbelen. Dus op de plek, dribbel, dribbel. Korte stukjes. Lekker de hartslag even omhoog. Goed opwarmen voor de workouts. Dertig seconden ook. Dus blijf op dezelfde plek. Kleine stukjes loskomen. Op, beide kanten. Laatste 5, 4, 3, 2. En kop je voorkeursbeen achter. Gaan we schouderboksen, dus in de lucht. Uit. Zorg dat je de armen helemaal strekt. Dus armen lang maken. Uit, uit. Boksen, boksen. En als het lukt, dubbel tempo. Dus rechts, links. Tien seconden. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Goed, we hebben de warming up gehad. Bryce gaat nu meehelpen met het squeetje. We gaan dus een squeetworm doen. 7 krachtoefeningen en 7 conditieoefeningen. En die gaan we elke keer afwisselen. Dus we hebben 45 seconden kracht. Dan gaan we weer 45 seconden naar de conditie. En tussendoor zit 15 seconden rust.
ze gaan die elke keer afwisselen. Ik doe 4 oefeningen, sorry, ik doe 3 oefeningen, Brian zit er 4. En dan hebben we een volledige workout gehad. Wat heb je nodig? Een matje, een handdoek, 2 flessen. Wij hebben hier zeepflessen van 2 liter. Kijken wat er in het huis ligt. Een stoel en een flesje drinken, dat is ook wel lekker, een flesje water. En dan kunnen we gaan starten. Goed, we beginnen met de eerste oefening, dat is de lunge. Eventueel met de fles of met de hand. Ik doe hem even voor met alleen met de hand. Mag je hem dus uitstrekken en buigen. Dus met dezelfde kant waar je voor staat, die arm strek je ook omhoog. 45 seconden. Die gaan we dadelijk afwisselen met twisten. Dus dat zijn de eerste 2 oefeningen. Dan ga ik elke keer in de rust ga ik vertellen wat de volgende oefeningen worden. Brijs die kan het al met de fles doen. Dus ik ga het laten zien hoe die zwaarder kan. 1 ding, 1 kant voor, 1 kant achter. En dan gaan we met de eerste 45 seconden starten. Pak even een stopwatch bij. 3, 2, 1 en start maar. Yes! Eerste 45 seconden. We gaan dan elke keer het gewicht, de fles laat hij op zijn schouder zakken. En wanneer hij de knie buigt, komt hij weer omhoog met de arm. 45 seconden dus. Dan gaan we dadelijk afwisselen met twisten. Dus maar gewoon links, rechts twisten. Blijf in die lunge, knie goed richting de grond. Zijn voorste knie komt niet voorbij zijn teen. Dan komt er meer druk op de knieën. Dus haal hem of boven de enkel. Of niet te ver, in ieder geval naar voren. En hou goed de druk op de voorste voet. Dus de voorste voet hard goed in de grond duwen. En 3, 2, 1. Dan hebben we 15 seconden rust. 15 seconden rust en dan gaan we door met twisten dus. Dus links, rechts is de eerste tempo oefening. Dan gaan we daarna door met de push-up op het matje. Je hebt nog 15 seconden rust. Even lekker los. 3, 2, 1 en komt-ie. Twisten dus lekker inderdaad op de voorvoeten. Armen mogen inderdaad lekker kort mee. Kort indraaien. Dus een beetje op de voorvoeten draaien. Yes. 45 seconden weer. 25 van over. Dus lekker net op tempo in blijven draaien. Dan gaan we daarna dus door met de push-up. Dus op de mat, of op de knieën, of op de tenen. 15 seconden. Dus op de knieën, in laten zakken. En anders op de tenen, in. Krachtig omhoog. 3, 2, 1. Yes, heel goed. Push-up. Dus we hebben op het matje, of op de knieën, of op de tenen. 10 seconden rust. Dus goed blijven aanhalen. Kracht zetten, altijd uitblazen. 3, 2, 1. Yes, komt hier. Dus op de knieën, zet hem eerst voor. Dus even met de borst naar de grond laten zakken. En anders kan hij ook op de tenen. Kan je op de tenen laten zien? Yes. Ook hier blijft het goed inzakken. Zorg dus dat je je lichaam goed recht houdt, net als Brijs. Dus goed blijven aanspannen, merk je dat je toch inzakt. Probeer dan even eerst die variant op de knieën. Netjes Brijs, 20 seconden nog. Dus 45 push-ups, 45 seconden push-ups. Dus probeer er zoveel mogelijk te maken. Dus altijd door blijven bewegen. Niet stilvallen. 3, 2, 1 en rust. Goed, de push-up gaan we combineren met boksen. Dus gewoon lekker luchtboksen. We hebben 10 seconden nog rust en dan gaan we luchtboksen. 5 seconden nog. 3, 2, 1 en start hier. Na dit boksen gaan we verder met de andere kant, dus andere been. Dus de fles mag dan in de andere arm. Als je de fles gebruikt, kan dan dus ook met je arm. Dit is Bryce. Lekker luchtboksen. Lekker een beetje op tempo. Achter elkaar door. Dus die conditionele oefening weer. 45 seconden. We zijn al over de helft. 20 seconden nog. Zoals je ook bij Brijs ziet, hij gebruikt heel zijn lichaam. Dus ook zijn benen en zijn heupen bewegen mee. Armen lekker indraaien. 3, 2, 1 en rust. 5 seconden rust. Gaan we door met de lunge. Dus de andere kant de lunge. Dus andere been, andere arm. Dus we staan natuurlijk mooi voor de camera. 5 seconden nog.
3, 2, en yes, komt ie. En uit, yes. Dus wanneer je de knie in laat zakken, strekt je de arm uit. En dat kan dus met fles of zonder fles. Laat het gewicht ook weer terugzakken naar je schouder. En die druk dus goed verdelen over je voorste voet. Dus je hak is op de grond, grote teen en kleine teen. Hou die druk erop. 20 seconden. Hier is echt die kracht, dus controle over de beweging. Gaan we hierna door met de skaters. De skaters rechts en links. Nog een conditionele oefening als laatste. Van mijn kant 3, 2, 1 en yes. Goed zo. Oké, 15 seconden rust hebben we als laatste die skaters. De skaters kan je makkelijk beginnen met aantikken. En als die, wat goed, als die goed gaat, kan je hem steeds groter maken. En hou de voet dan in de lucht. Yes, komt hij weer. 45 seconden. Skaters, ja. Van links naar rechts. Ja. Heel goed. Juist. Dus lekker meenemen. Armen laat het ook lekker mee. Links en rechts. Sven Kramer. Sven Kramer in de woonkamer. 20 seconden. Beide kanten naar het grote sprongen. Wordt het zwaarder, kan je dus kleiner maken. Hou vast, hou vast. 10 seconden nog. En dan ga ik hem overgeven, doorgeven aan Bryce. En dan beginnen we met de back extension. Dus dan mag je naar op de mat komen liggen, op de buik. 3, 2, 1 en rust. Oké, dankjewel. Back extension. Kom je buik liggen. En eigenlijk kom je alleen met je borst omhoog. Dus je ligt op je buik. En je komt omhoog. 3, 2, 1. Yes, begin maar. Probeer goede controle over je lichaam te houden. Alleen je borst komt naar voren. Het kan het moeilijker maken door ook je benen op te tillen. Arm naar voren te strekken. Ja, lekker bezig. Waar dan? Hou voor. Ga bezig dan niet kan. 3, 2, 1. Oké, gaan we gelijk door naar de eerste conditionele oefening. Is ook op het matje. De mountain climber. Kom in een hoge plank. Zet je benen naar achter en je trekt ze elke keer naar je borst toe. Je kan deze ook vanaf je rug doen, dan kan je fietsen. Zie je even wel laten zien, hier. Ja, deze kan ook. Eigenlijk de mountain climber pakken op de fiets. We gaan beginnen in 3, 2, 1. Yes, 5 minuten, kom, komt er. Probeer je schouderbladen eigenlijk een beetje los te houden van de grond. Kin op je borst. Hoe lager je gaat fietsen, hoe zwaarder het wordt. Dus daag jezelf ook echt uit. En hoe trager je gaat fietsen, hoe meer spanning, hoe meer controle. Ik ga houden. Bij de helft al. Lekker bezig. Laatste 10 seconden. Ik ga houden. Drie, twee, 1, yes. Oké, gaan we weer door naar kracht. Je mag je flessen pakken, we gaan naar de squat. De stoel is eigenlijk, als je het moeilijker vindt om gewoon een staande positie te gaan squatten, dus kan je eigenlijk vanuit de stoel kan je gaan opstaan. Die heb ik wel laten zien. Deze. Dus we buigen onze knieën tot 90 graden en komen omhoog. Hou de borst naar voren. Je kan het ook uiteraard zonder stoel doen. 3. 2, 1, start maar. Netjes. Hij probeert ook zijn knieën zoveel mogelijk achter zijn tenen te houden. Hij doet zijn heupen goed naar achter. Buikspieren goed aanspannen. En ook als je omhoog komt, kantel je je bek naar binnen en span je deelspieren aan. Hoe bezig kan. Nou, mocht je nou dumbbells thuis hebben, gebruik je gewoon dumbbells. Wij hebben hier gekozen voor twee flessen en iedereen heeft gewoon flessen thuis. Lekker bezig.
Bij de helft, de laatste 10 seconden zelfs nog. Blijf werken. 3, 2, 1. Oké, weer een conditionele oefening. De jumping jack. Ook op twee manieren, als je het niet fijn vindt om te springen, kan je ook uitstappen doen. Ranier gaat ook twee variaties laten zien. En in 3, 2, 1, yes, mag beginnen. Ja, netjes. Kijk op de maat, pas op je flesje. Probeer zijn armen helemaal lang te maken. En lekker blijven ademen. Neem je mond uit. De helft van de tijd dan komen. Hou. Dan nog andere variaties zien. Als je niet fijn vindt om te springen, kan je ook gewoon uitstappen. Hou het tempo dan wel lekker hoog. En neem de armen lekker mee. Laatste 5. En tijd. Oké, 15 seconden rust. Gaan we door naar het matje. We hebben weer de krachtoefening. De plank. Isometrische belasting, dus heel constant spanning. Vanaf de knieën, probeer de rug zo recht mogelijk te houden. Steun op je ellebogen, hou je arm ook recht onder je schouders. Kan ook vanaf je tenen doen. Reinier gaat ook weer twee variaties laten zien. En in 3, 2, 1, yes, je mag beginnen. 45 seconden. Let op dat dit zo recht mogelijk is. Buikspieren, bilspieren goed aanspannen. Op je tenen. Je kan ook, als je op je knieën eigenlijk te makkelijk vindt, kan je ook je voeten al verder uit elkaar zetten, dat je wel gewoon op je tenen steunt, maar dat je ze weer al verder uit elkaar zet, dat je meer stabiliteit. Dus beide helft, hou vol. Nou, dan ziet het heel ontspannen uit. Ik denk dat die plank wel sterk genoeg is. Zeker. Ja, goed bezig. 10 seconden. Hou vol. Lekker blijven ademen. 3, 2, 1. En rust, oké. Als je even snel wilt drinken, doe dat dan. Gaan we naar conditionele oefening. We gaan lekker joggen op de plaats. Lekker korte passen op de tenen, handen meenemen. En in 3, 2, 1. Ja, 25 seconden, komt u maar. Lekker joggen. Ja, netjes. Als je lichaam wat meer naar voren. Lekker op je tenen blijven, neem je armen mee. Blijf lekker ademen. Kijk, kom op, lekker bezig. Tempo een beetje versnellen, neem je armen lekker mee. We zijn er voorbij de helft. Netjes, netjes, netjes. Mocht je een verhoging of zo, of een step of wat dan ook thuis hebben, kan je ook inzetten en kan je daar eigenlijk elke keer opstappen en afstappen. 3, 2, 1. Oké, netjes. We gaan naar de laatste krachtoefening, dat is op het matje. De crunch. Voeten zijn plat, dit is ongeveer een boom van 45 graden. Je komt op je rug liggen, handen zijn achter je oren en je komt alleen met je schouder daar omhoog. Dus een hele korte beweging, alleen van de rechte buikspieren, voeten buikspieren aanspannen. En terug, de schouderbladen omhoog. In 3, 2, 1, kap. Laatste krachtoefening. Netjes. Houd zoveel mogelijk spanning in je buikspieren. Dus je ziet, daar komt alleen met zijn schouderbladen omhoog. Zoveel mogelijk spanning. Zijn voeten zijn goed plat. Netjes. Goed inademen als je zakt. En goed uitademen als je omhoog komt. Netjes. Zijn we nog bij de helft? Hou vol. Goed bezig, kom. Hou die spanning. 10 seconden nog. Yes. Hou we dan niet. 3, 2, 1. Oké, goed gedaan. Mijn conditionele oefening. Ons zit erop. Oké, let op. Hij gaat op de stoel, gebruik de stoel, we gaan een burpee maken. En het tempo is lekker hoog. Je kan het uiteraard ook vanaf de grond doen. Maar als dat niet te moeilijk is, pak je gewoon de stoel. Je drukt jezelf de stoel af, dan zet je benen naar achter en je maakt jezelf weer helemaal lang.
Laatste oefening. 3, 2, 1. Start maar. 45 seconden. Kom mooi in een plank. Haal de rug recht. Netjes. Nou, mocht die stoelhouder makkelijk zijn, kan je het uiteraard ook vanaf de grond doen. Ja, netjes. Ziet er goed uit. Bij de helft. Blijf werken, kan. Zijn er bijna. Laatste 10 seconden, hou vol. Oké, goed gedaan. Klaar voor zo. Oké. Dan hebben we nog even een korte cooling down. Schuimspulletjes even aan de kant. Zijn niet echt heel erg hier waar we in staan. Oké. De anderhalve meter afstand inderdaad. Dan gaan we met één been naar voren stappen. En we zakken eigenlijk door onze voorste knieën heen. En we doen onze achterste hang in de grond. Ga lekker die kuiten brengen. Hand in de zij. Eentjes vasthouden. En wissel van been. Dus hetzelfde. Buigen voor de voorste knie. Achterste hak duw je in de grond. Dan voel je de kuit al wel. Oké. Sluiten we de benen bij. En gaan we zo ver mogelijk naar beneden zakken. Als dat je onderbeen is, je tenen op de grond. Het ligt een beetje aan de mobiliteit van je hamstrings. Maar zak even naar beneden en hou hem lekker vast. En kom omhoog, maak jezelf helemaal lang. Strek je armen naar boven. Draai de positie. En adem uit. Dan schud je schouders lekker los. Adem nog een keer in. Helemaal lang. En uit. Je schouders lekker los. Strek ze gewoon op. Laat ze zakken. Laatste keer. En uit. Oké, schud alles lekker los. En een groot applaus voor jezelf. Goed gedaan. Mocht jullie vragen hebben, stel ze gewoon. Of als je graag een video wil zien of oefeningen die wij uitleggen, stel ze gewoon en succes met trainen.